Ja, wie moet dan die nieuwe trainer worden voor Ajax? Ja, dat is dan de grote vraag. Wie moet die nieuwe trainer van Ajax worden? En ik lees alleen maar dingen. En dit en Frank de Boer en die en die. En de Pascal Jansen. En weet ik veel. Er komt een hele batterij aan namen en voorstellen. Komt er langs. Vrienden, ik heb hierover nagedacht. Ik zal ze een beetje helpen daar in Amsterdam. Mijn voorstel, daar komt ie. Trainer, beter kun je niet krijgen, Wim Jonk. Niks anders, niet meer verder kijken. Die zit gewoon thuis, die kun je gewoon bellen. Die zit in Volendam en die wacht gewoon op het telefoontje en die komt. Tja, die vindt dat geweldig om trainer te worden van Ajax. En hij heeft met Volendam eigenlijk alleen maar wonderen verricht. Hij snapt het voetbal, die moet je hebben. Als assistent zetten we daarnaast Gerald Vanenburg. Ook een echte voetbalman, helemaal puur voetbal. En die gaat samen met Jonk, gaat hij de babbel doen. Daarnaast zetten we, om die verdediging helemaal muurvast te zetten, zodat er geen muis doorheen komt, Winston Bogarde. Ja, dat is een vrienden. Dat gaat hem worden, die drie eenheid. En dan kan eventueel Richard Witsche, die zet je er nog bij later, weet ik, dat kan allemaal. Maar in ieder geval, dat zou het moeten worden. Dat is hem. Dus schrijf met me mee. Wim Jonk, Gerald Vanenburg, Winston Bogarde. Graag gedaan.